Hey, leuk dat jullie weer kijken. Vandaag heb ik voor jullie een update met mijn Twisselbroek familie. En wat er ging er kapot? Oh, de vaatwasser ging kapot. Oké. Heel veel van jullie vroegen om een update. Ik heb op Facebook een mapje aangemaakt met allemaal foto's. En die kunnen jullie kijken. En ja, Vee is ondertussen ouderder geworden en heeft haar levenswens behaald, 5 sterren ook. Ik heb haar net met pensioen laten gaan, want dat wou ze graag en nou, ze vindt niet zoveel bedrag. En even kijken, hebben haar vaardigheden. Nou ja, kokos moet nog 1 niveau. En ze heeft heel wat levensbeloningen en zo. En het vette vond ik wel. Dus toen ze eenmaal die hoogste niveau van het werk had, kreeg ze deze koelkast. En dit is echt een super goede koelkast. Kijk, krijg je deze moed en dan staat er super apparaat of zo. En dit is Ryan. En Ryan is hier een jong volwassene. Heeft de eigenschap handen gekregen. En ik ben 2 keer met hem naar de universiteit geweest. En let op. Zijn visvaardigheid is 9. Zijn tuiniervaardigheid is 9. Zijn wetenschapsvaardigheid is 9. En nog heeft hij geen graad gehaald. Dus ik snap er zelf niet zoveel van. Ik hoorde al dat het een bug kan zijn. Nou ja. Beetje jammer. Dus ik ben 2 keer met hem naar de unie geweest. En hij heeft dus 2 keer geen graad gehaald. Dus ik moet nog iets van 20 punten of zo, zegt hij. Maar goed, maakt het uit. En ik heb uitbreiding, want dit is Snowball en dit is een hondje. En die heb ik gekocht. Of geadopteerd eigenlijk. En ja. Vee vindt hem natuurlijk heel leuk. En Ryan ook. Ze zijn echt goede maatjes. En brengt een beetje drukte in het huis en zo. En zoals jullie zien heb ik het huis ook aangepast. Dit zijn, het ziet er niet uit. Dit is exotisch eiland, rommel. Het dak en de muur, die vond ik gewoon leuk. Dus die heb ik gewoon gedaan. Ik heb al wel echt een huis voor ze in op het oog, zeg maar. Maar ik heb nog niet genoeg geld, dus ik... Nou, ze wonen hier, die is wel prima. En de tuin heb ik net opgeruimd. En kijk hoe cool, want... Dit is al mijn derde Freezer Bunny. Mijn derde Freezer Bunny. Ik vind Freezer Bunny's echt heel leuk. En... Kijk, let op. Oh. Nee, we gaan niet op dit. Als ik nu op de lead druk, krijg ik 1000. Wacht. 1006. Bam. Die Freezer Bunnies, ik vind ze heel leuk dat ze komen. Ik zet ze op de foto en dan verkoop ik ze. Dan krijg ik weer 1000 simoleons bij. Even kijken. Oh, en... Wat ik super fijn vind, is de multitap. Oh, wat een handig ding. Je kunt het erop lezen. Online games spelen en naar een tapcast luisteren. En... Met die tapkasten zijn echt gewoon super handig. Want daardoor heeft Ryan vissen en tuinieren ook al op zo'n hoog niveau. Want het is gewoon super handig. Je zet hem aan, ze gaan er naar luisteren. En ondertussen gaan ze ook gewoon andere dingen doen. Dus ondertussen dat Ryan... Icon, waar staan hier? Naar de vistapkast luistert. Gaat hij ondertussen wetenschap onderzoeken. En het is super handig. Dus hij werkt eigenlijk aan 2 vaardigheden tegelijk. Oh ja, Ryan's levenswens als monstermaker. Hij is nog niet echt begonnen met uitvinden. Ik zit ook een beetje te twijfelen. Ik denk dat ik hem ook een baan geef als wetenschapper. Omdat hij ook al zo ver is. En dat hij uitvinden gewoon als lolletje erbij doet ofzo. Denk ik. Laten we even gaan uitvinden. Want hij vindt dat echt heel leuk. En voor degene die het niet weten, uitvinden zit bij de uitbreiding ambities.
Oh, Chuck is trouwens overleden. Af en toe komt hij nog spoken. Kijk hoor. Chuck, waar lig je? Oh, hier. Hier ligt Chuck. Snowball, jongen. Oh, Snowball heeft een levensvrucht opgegeten, waardoor ze langer zal leven. Cool. En Ryan heeft... Hoe komt ze dan aan die levensvrucht? Nee, Ryan heeft een niveau 3 hiervan. Oh, hij staat in de fik. Hij staat in de fik. Ja. Lussen, onder die douche die handel. Wow, dit heb ik nog nooit gezien. Serieus, dit heb ik nog nooit gezien. Ik heb nog nooit gezien dat ze in de fik gaan. Damn. Heavy. Oh ja. Dat is een beetje jammer. Snowball reageert echt op alles hoor. Echt op alles. Dus elke keer als eten blijft staan of iets. Hij gaat niet slapen, maar hij gaat gewoon alleen maar blaffen. Waar is Snowball nu dan? Oei. Wat ga je doen? Likken. Nou, is het ook een schatje? Hij gaat eerst kauwen, want Ryan heeft ook honger. Oh ja, dat komt op je zoet, zout, zuur, soep, weet ik veel. Wat ze gemaakt heeft. En eigenlijk is het een beetje saaijes met z'n tweeën. Dus ik wil Ryan zijn grote liefde over laten komen. En dat is... Ashley. En ze is rijk, is een kreeft en ook een rood. En op familie gericht. En het klikte eigenlijk meteen al vanaf dat ze elkaar zagen op de universiteit. Dus ik heb ze gewoon een beetje met elkaar laten aanpappen. En nu zijn ze hartendief. Oh, kijk. Super schattig. Huisdier in bad doen, ook wel eens goed. Soms gaat hij stinken, dan hangt er echt zo'n groene waas langs hem. Oh, wil niet ofzo. Dan niet, joh. Kijk hoor, versteking, beloon voor. We gaan hem een kunstje leren. Oh, hij lag al in bed. Nou, blijf dan maar even slapen. Slapen. Snowball, jij moet even... Nee, ik kan nog niet plassen. Dan laat ik Snowball ook even slapen. Hij was heel netjes zijn etenspak aan het bewaken. Kijk, 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 dit bedoel ik, hè. Dan is het dit. Dat is het dan nog. Dan gaat hij daar negatief op reageren. Kijk, hop, dan gaat hij weer slapen. Weg. Nee, ophouden. Slapen. Yes, eindelijk. Ik ga even mijn behoeftes doen en dan, als ze weer wakker zijn, kom ik bij jullie terug. En Chuck is in de building. Hier is hij. Hij komt spoken. There he is. En het is best grappig, want hij gaat dus ook gewoon naast twee liggen pitten. Of hij gaat inderdaad zoals hij nu gaat doen, gaat de computer erbij Ryan. Ryan die wordt echt wakker in pauw, wat kom je doen? En die gaat gewoon wel weer pitten, want ja... Heeft niet echt zin of zo. Maar voor Vee is het wel leuk dat Chuck af en toe nog langskomt.
vee is wakker en gaat het ontbijt maken. Jazor. En uit de bak eten en kan. Als het goed is, is het eten zo klaar. Kunnen ze samen eten. En nog een bord pakken. En dit is trouwens een perfecte maaltijd die ze gewoon gemaakt heeft. Dat vind ik echt wel heel fijn. Opruimen. Dan moet jij even de klikjes opruimen. En de post halen. Oh, we hebben een cadeautje gekregen. En we worden gebeld. Tuurlijk, we kletsen wel even. Wie is dat, Bella? Oh, dat is haar. Hij kent haar van de middelbare Sabo. Jan Sabel D. Shabul Nibi. En we gaan Ashley uitnodigen om te bezoeken. Rekening betalen. Oh, zo schattig als ze samen aan het spelen zijn. Hij moet hier heel nodig plassen. Morgen om 9 uur. Dan wacht ik nog even met een baan. En dan doe ik de tapkast weer aan. Want ik wil heel graag met hem wetenschap niveau 10 halen. Dat is wel vet. Want volgens mij kunnen we dan ook mensen en zo klonen. Alleen maar aan het spelen, die twee. En... laat ik... twee boodschappen. En nou, we zijn al over de helft. En een plantexperiment. En vee gaat er even uit. Oh, een mislukking. En Ryan kan insecten en zo krijgen. Oh. Hop. Is met pad. Spaghetti. Dimsum, wentelteefjes. Vegetarische dimsum. Ik vind het goed. Oh nee, Ryan niet. Vee gaat naar de show kijken. En we hebben even wat nieuwe planten en zo nodig. En hij moest dit nog... vlindertjes vangen. Even kijken. En Vee is bij een simfest. En we hebben een goochelaar. Wow. Nou, vamos.
veerbal, Elisie. Oh. Wauw. Bruce. Het is klaar. Ryan speelt ondertussen met het balletje. Wop. Hij wordt er best goed in. En hier zijn nog meer vlinders. Oh. En dat is het, denk ik. En dan stuur ik hem daarna naar huis. En ik ga nog even bij Vee kijken. Misschien is er al wel weer een nieuw optreden. Oh. Yo, deze heeft allemaal haar. Dat is een weerbal. Dat was overduidelijk. Beesh. Oh, ja. Er komt weer iemand. Oh. Oh. Greedy. Samantha, de macht niet naar de Oh, yeah. 12. Ik denk dat deze gaat zingen. Oh. Ja. En voor de mensen die graag willen weten waar dit vandaan komt, dit is bij de uitbreiding Showtime. Nou, die heeft lange voorbereiding nodig. Oké, of ik weet niet. Ik ben niet zo fan van of zo. Zumbro, Shabro, Zumbre, Wombat, Ik laat Vee ook weer naar huis gaan. Oh, en Ryan is dat al. Met een hyperactieve snowball. Die hier gaat borstelen. Dat vindt snowballen wel heel fijn. En we moeten even de ingrediënten in de koelkast doen. Allemaal tofu. Ik heb een visje. Jongens. Dit zijn maten. Nou ja, voor degene die zich afvraagt hoe ik aan een multitap kom en welke uitbreiding die hoort. De multitap die kun je kopen voor Simpoints in de Sims 3 Store. Die is dus niet gratis, die moet je kopen. Jorkin. En ze gaan allebei met hem spelen. Super schattig. Hij is echt hartstikke moe ook. En klikjes op eten. Wow, het gebeurt niet vaak dat ik ze tegelijk aan tafel heb. Met monster klonen. We kunnen dat nu doen. Insectenmonsters. Een nachtvlinder. Die kunnen we dus klonen. Niet alleen te klonen, maar ook nog naar de hoogste verbeterde mogelijke kwaliteit te verbeteren. Cool. Hebben we er nou twee van dan? Ja, 3. Cool.
doe ook even een stralingsexperiment met de blauwe vlinder. Oh, gaaf man. Nee, daar heb ik geen zin in. Ik laat Ryan nog even slapen. En... dan kom ik daarna bij jullie terug. En het is al heel vroeg 's ochtends, dus ze zijn allebei hartstikke wakker. En als het goed is, komt Ashley vandaag. Want ja, dit is een 10G natuurlijk wat ik doe. En ik wil wel... ik weet eigenlijk helemaal niet of het bij de regels is dat ik haar van de universiteit of al met haar ga trouwen. Maar dat is jammer dan. Maar ik moet natuurlijk wel nakomelingetjes hebben. En Ryan is de eerste generatie, maar ik wil ook nog wel. Een tweede, een derde, vierde, vijfde. En ga zo maar door, generatie. Opruimen. Het is echt al heel vroeg 's ochtends gewoon. Beetje internet server. En dan gaan we wachten tot het Ashley komt. En Snowball is lekker aan het eten. Daarna gaan we hem leren trainen om te jagen. Ja, je gasten zijn er, maar ik zie niks. Ik zie niks. Oh, daar. Daar is Ashley. We krijgen allemaal cadeautjes. Webchat. Slurp. De breinsmelting. Verrugna. Oh, ze is ook vegetarisch. Larpin. Even wat romantische moves. Ze is hem nog steeds aan het trainen voor het jagen. Oh, hij heeft net leren jagen. Cool. Oh, schattig. Stel je maar even vriendelijk voor aan je schoondochter. Hitte van de hart. Hier.
Oh, Arbalet. What? Arbalet? Ik wil dat toch verkeering vragen. What? Johnny Hart, the one. Mm. Lekker, Bubba. Duurt nog wel even, denk ik. Come on, guys. Come on. Corinthians. Gibt's it for me? Leuk. Nou, Toe, ik wil even op skating vragen. Orbi. Laat haar wel even rusten. Orbu. He's for Bubba. Lunch opdienen en we doen vegetarische hotdog omdat ze vegetarisch is. Basho, balas! Voilà. Oh, hij is ook een beetje vanielzuchtig, moet ook even weer kouwen. Nou, wat doe je? Mergetjava. Ah, dan. Kies, Manalva. Sauce. Sauce. Hmm. Hmm. Ah, shamo. Oh. 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 Bam. Squazzy. Hmm. Hmm. I don't want to do that. Vraag ook even mijn DNA, woonster. Bronzy McConso. Hmm. Tubi. Oh, schijnbaar wou ze hem niet geven. Even kijken hoe ze... Alles opruimen, want anders gaat Snowball er weer op zo'n verkeer. Wat is ze nou aan het doen dan? Oh, ja. Ik snap het gewoon niet. Hoezo? Wil je blijven rusten? Even kijken. Ze is nog zo druk bezig met die computer. Kowabi. Ja, ze blijft al logeren. Even kijken, ik moet met haar carrière staan. Haba, or herbal. He's a vomit. Marja, Sandiata. Samen naar de sterren kijken is ook altijd leuk. What's a father do? Lana, he goggle zoobal. Haba? Hey, allemaal naar een doom snowball. Staat er weer iemand? Oh, er staat paparazzi voor de deur. Dat komt omdat Vee natuurlijk beroemdheidsniveau 1 heeft. Ja, het is best wel koud buiten, want ik zie hem hoekjes blazen. Kom hier nog, Ashley? You want Jim? Ashley, where are you? Hier.
Larcy Moore. Shalom. Varnit. Arna Nikaya Janza. Waarom kan ik nou niet verkering vragen? Lege zoen. Hier. Kindje, probeer in oor fluisteren. Dat kan dus allemaal wel. Verkering vragen. Kusa Melinu? Wippy Woodle. Oh ja? Ibo Mepso Vazeti. Nu hebben ze verkering. Door. Travazi. Zo. We zijn nu lekker gaan slapen. En dan kom ik morgen bij jullie terug. En het is alweer ochtend. En ik ben even aan het kijken of ik... Even kijken of ik haar in elk geval kan toevoegen. Ik ben bang dat ik meteen een aanzoek moet gaan doen. Oh, nou, heel romantisch wordt het niet. En... Kijk, oh, het staat nog op aanzoek. Besloten huwelijk hebben. Dan moet het maar zo. Ja. Wie was dat? Taglovin. Rocklovin. Boja. Oh, in plaza. Ja. Dit is het huishouden die we willen. Oh, en ik zie nu dat Vee wil oma worden. Dus we moeten ook maar een kindje gaan maken. Denk ik dat er wel een tweede kamer aan het huis moet. Maar dat zien we dan ook wel weer. Yep. En het duurt even, ja. Wow, we hebben cadeautjes gekregen. En... Oké, ze wil dus omringd door voet 5 kinderen op van baby tot tieners. Nou, ik denk niet dat ik aan 5 kinderen ga beginnen. En ze is nu rood. Over emotioneel, of meer vegetariër perfectionistisch. Oké. Ik kan niet meer koken, ik weet niet wat het is. Waarom kunnen we niet koken? Oh, de klabby. Ja, is nu allemaal wat uit de liefdes. Ik snap niet waarom we nou niet kunnen koken. Even kijken, want Ryan die heeft bij het wetenschapslab, kan die meedoen aan een experiment? Dat gaan we even doen. En aan een wetenschappelijke carrière beginnen. Thank you.
carrière accepteren. Oh, slaaptekort of zo. Top. Ryan heeft een baan, maar Ashley moet ook een baan. En die wil binnenhuis architect worden. Ja, waarom ook niet? Gaan we dat zo ook nog even regelen? En Vee gaat even post halen. Waar is Snowball? Oh, hier. Ik dacht al dat ik hem zag. Het is herfst. En ze heeft het heel erg warm. Oké. Gaan we hem zo in pad doen. Oh ja, zij kan echt door het lint gaan, hè. Omdat ze natuurlijk een rood is. Even kijken hoor. Binnenhuisarchitect. Hoe weet ik dat ook nog maar? Stylist. Bij de strand wil gaan. Oh ja, het beroep van binnenhuisarchitect. En Ryan heeft een nieuwe uitvinding ontdekt. En hij is back-off ofzo. Een hele ritme is gewoon verstoord. Zo. Ashley is binnenhuisarchitect. Wow, wat kent zij veel van de universiteit. En ze wil een baby. Nou, waarom ik nog steeds niet kan koken, begrijp ik nog steeds niet. Maar oké. Daar lag niks in de weg ofzo. Ik weet niet. Het is 4 uur en Ryan ligt gewoon te zitten. Wake up! En laten we zijn kindje proberen te maken in de douche. Mijn geliefde. Nou, komen ze nog? Ah, daar komen ze. Ja! Ze is zwanger, of tenminste ze wordt zwanger, yes. Waarom kan er nou niet gekookt? Fornuis controleren. Die heb ik nog nooit gezien. Kijken wat ze doet. Ze kan niet bij of zo. Maar... nou dan, nog een keer. Fornuis controleren. Waarom kunnen ze er niet bij? Even reset zin, dan wordt alles gereset. Waarom kan dat nou niet? Ik snap er helemaal niks van. Maar goed. Oh, ja, nee, ik hoef geen kat. Ik heb al een hond. En ze kunnen er gewoon echt niet bij. Waarom nou niet? Is dit nou weer voor gauwen? Nou ja, verander ik nog wel even dan. Ik ga hier bij het filmpje afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om even weer bij de Tusselbroeks te kijken. En ik ga voorlopig gewoon weer lekker een tijdje zelf met ze spelen. En dan
zien jullie vanzelf weer een keer een filmpje. Bedankt voor het kijken. Doeg!